Beste familie, collega's en vrienden, dames en heren. Hartelijk welkom bij de presentatie op 16 december 2021 van mijn werkbiografie Ruimte maken voor herstel. Die gaat over mijn ontwikkeling als psychiater in de langdurende zorg van 1976 tot 2020. Ik ben erg blij dat ik u dit boek kan aanbieden. Tijdens het schrijven heb ik vaak gedacht dat ik de publicatie ervan niet zou halen. Dat ik niet genoeg orde in het verhaal zou kunnen krijgen. Dat mijn herinneringen tekort zouden schieten en andere bedenkingen. Maar het is uiteindelijk toch goed gekomen. En u heeft allemaal een boekje gehad dat er door de bemoeienis van de uitgever SJP ordelijk en vriendelijk uitziet. Vanwege de coronapandemie hebben we gekozen voor een online presentatie van het boek. Het programma ziet er als volgt uit. Na deze korte inleiding volgen 4 korte presentaties over wat je aan zo'n boek zou kunnen hebben. Namelijk als schrijver ervan, dat doe ik zelf. Als collega van de schrijver, dat doet mijn collega psychiater Kees Sloof. Als docent in het onderwijs, dat doet lector rehabilitatie Lies Korevaar en als ervaringsdeskundige. Dat doet de ervaringsdeskundige Nicoline Telgekamp. Daarna zal ik een korte dankwoord uitspreken en tenslotte bied ik het eerste exemplaar aan de 3 sprekers aan. Wellicht is er daarna nog ruimte voor een enkele vraag en wat discussie. Ja, laat ik beginnen met mijn eigen presentatie. Wat heb ik als schrijver van dit boek aan het schrijven ervan gehad? Nou, het voornaamste is misschien dat je bij het schrijven geconfronteerd wordt met wat je kan en wat je niet kan. Over bepaalde dingen kun je niet schrijven. Je vermogen om te schrijven houdt bijvoorbeeld op waar je geheugen stopt, wat niet zelden het geval is bij dingen die je niet echt interesseren. Daar kom je dan achter. Zo heb ik gemerkt dat ik geen verteller van verhalen ben, maar eerder een beschrijver van constructies en attitudes. Ik kwam er steeds meer achter dat ik geïnteresseerd ben in de materiële vorm van projecten, in de visie waaruit ze ontstonden, in de bejegening waarin dat resulteerde. Maar de emotie, het verhaal en de harde resultaten van het werk moest ik er vaak met de haren bij slepen. Zo word je dus geconfronteerd met het soort schrijver of meer nog het soort persoon dat je bent. Het confronteert je ook met je successen en mislukkingen. Ik vind het heel opmerkelijk dat zowel successen als mislukkingen zich moeilijk laten beschrijven. Vooral als je dat eens precies probeert te doen. De meeste successen hebben, als je ze goed bekijkt, nogal wat schaduwkanten. Er zijn bovendien vaak niet alleen jouw succes, maar logische stappen in een ontwikkeling waarin behalve jij ook andere mensen deel hebben gehad. Neem het begrip herstel. Het ontstaan daarvan hing in de lucht, zowel binnen als buiten de psychiatrie. Het heeft zijn schaduwkanten, bijvoorbeeld dat niet ieder mens in dezelfde mate begiftigd is met herstelneigingen en dat dat gemakkelijk tot ongelijkheid kan leiden. En het probleem is dat het herstel stimuleren, als het niet vanzelf in voldoende mate is, is een probleem, want het doet afbreuk aan het eigenaarschap van het proces. Ik heb geleerd dat wanneer je ruimte hebt gemaakt voor herstel, je dat het beste voor je kan houden. Voor je het weet, heb je die ruimte anders geclaimd en is ze niet meer voor herstel beschikbaar. Dat over de successen. Bij mislukkingen, ja, zit er vaker verwijzingen naar je persoonlijke tekorten. Maar het zijn ook je leerpunten. Dikwijls gaat het bij mislukkingen over leerpunten die je niet of nog niet snapt. Ook moeilijk te beschrijven. In mijn boek treft u dus gerelativeerde successen en een menigte niet herkende leerpunten aan. Ik hoop dat u als lezer die dingen sneller en vrijelijker kan zien dan ik. Het gaat natuurlijk niet alleen over mislukkingen en successen. Dit boek is mijn verhaal. Het laat zien hoe ik van een heel objectiverende kijk op de psychiatrie geleidelijk ben opgeschoven
naar een visie waarin het subjectieve een even belangrijke plaats inneemt als het objectieve. Ik noem dat de rehabilitatie van het subjectieve. Het schrijven van dit boek heeft me geholpen om mijn persoonlijke beleving van mijn ontwikkeling in de psychiatrie onder woorden te brengen. Ik ben heel blij dat het boek er is, want ik kan die periode in mijn leven nu afsluiten. Tot zover mijn eerste praatje. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Kees Sloof. Er zijn een paar collega-psychiaters die zich wezenlijk hebben geïnteresseerd in rehabilitatie en herstel. Dan noem ik Remy Roest, Detlef Petri en natuurlijk Kees Sloof. Deze collega's zijn voor mij heel belangrijk geweest omdat ze lieten zien dat het inderdaad mogelijk was om op een andere manier in de praktijk naar mensen met psychische problemen te kijken. Ik geef dan nu ook graag het woord aan Kees. Jos, proficiat, wat een ontvangst in woorden met bekenden in dit virtuele, warme rehabilitatienest. Je gunde me 3 tot 5 minuten om commentaar te leveren op je gang door de psychiatrie en dit doorwrochte werk. Een grote opgave, ik schuw die niet, maar ik neem wel enkele minuten meer. Je hebt immers een enorme betekenis voor de inhoud en de methodiek van de IRB, de meest gebezigde en beste rehabilitatievorm en inhoud, nu wat er overvleugelt door de herstelondersteunende zorg voor mensen met een EPA. Of dat ook tijdelijk is, dat weet ik niet. Wat jij doordacht en gevoeld hebt, conceptueel, pragmatisch en wetenschappelijk uitgewerkt, zal ook door nieuwelingen in onze discipline heen gaan bij hun ontmoetingen met verstilde, vaak getraumatiseerde, emotioneel verwaarloosde, laag opgeleide patiënten, cliënten, in ieder geval mensen op een zijspoor. Die zijn in aantal en ernst, zorgbehoeften en diversiteit niet verdwenen, terwijl het elan en de solidariteit in de GGZ mij eerder verminderd lijkt, gezien de druk, bureaucratie, ongebreidelde bezuinigingswoede en zogenaamde rationalisering van zorg in producten. Deze worden bekrachtigd door de bestuurders in de zorg, wier enig gemeenschapsgericht contact lijkt te bestaan uit dat met de zorgverzekeraar. Ik ben opgeleid in Groningen, waar het biopsychosociaal model avant la lettre op geld deed, en dat vergeleken met jouw opleiding een multidisciplinair nest was. Die intensieve begeleiding van mij, die heb jij niet gehad bij je zoektocht naar die ene methodiek die bij je paste, en die verwarrende paradox van zichzelf vervreemd, een van zichzelf vervreemd iemand te leren zichzelf te hervinden en een proces van emancipatie in gang te zetten in een mensonvriendelijke verblijfsomgeving van een gesticht van goede wil. Want daar begonnen we toch. In je boek stel jij je kwetsbaar en eerlijk open over je worsteling met je professionele rollen en je eigen tekortkomingen. Je beschrijft rationeel het probleem van de meetbaarheid, cruciaal bij innovatie, implementatie en financiering van een interventie en de precieze rol daarbij van de behandelaar / hulpverlener. Je doorzag ook de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek naar diagnostiek en de effecten van nieuwe medicatie en hoe collega daar overheen stapt. Je wilde het wezen van hulpverleningsprocessen en methodieken, vooronderstellingen en ieders positie doorgronden en veranderingen valideren. Wat een opdracht heb je jezelf in je leven gegeven. En dat dan ook nog in de verblijfspsychiatrie van de 70er jaren. Je wijzigde eerst het milieu en dat was een bevrijding voor alle betrokkenen.
maar jij bleef de hulpverlening analyseren en niets relativeren. Hoe kunnen mensen door contact met jou en je professie verbeteren? Wat kan jouw legitiem aandeel zijn? En dat vroeg je jezelf in goede moeder af. Scherp heb je vanuit je beroepsopvatting de concepten behandeling, rehabilitatie en herstel proberen af te grenzen. Niet als esoterische arbeid, maar als het ware entiteiten om ze te kunnen plaatsen, te bevatten en geïndiceerd toe te passen. Het focus verschoof van gedemoraliseerde verblijfspatiënten zonder enig gezag naar de mens met langdurige beperkingen en kwaliteit van leven middels participatie met de methodische en dekkende IRB, waarin de keuze en wens steeds bij de patiënt bleef. Monnikenwerk vond ik het verschrikkelijk. Parallel ontwikkelde zich maatschappelijk toen de ambulantisering van zorg. Ik zeg het monnikenwerk, ik bedoel dat niet denigrerend. Het was een geweldig levenswerk waar je aan begonnen was. Verliesverwerking, rouw en acceptatie na voorlichting zijn begeleidende psychologische processen bij onze mensen die leiden tot zelfbewustzijn en bezinning en vragen als: wie was ik? Wat wilde ik? Wie ben ik nu? Waar sta ik? En wat nu? In dat bewustwordingsproces liggen de wortels naar herstel. Een persoonlijk proces, maar dat ook door hulpverleners de kop in kan worden gedrukt, over het hoofd wordt gezien of niet gefaciliteerd. In het gunstige geval leidt zo'n levensverhaal tot het hernemen van initiatief, autonomie, het ter hand nemen van eigen regie en adequate omgang met psychosegevoeligheid in het dagelijks leven. In weg naar herstel en maatschappelijke participatie, maar niet noodzakelijk daar. Deze beleving van persoonlijk herstel en vanuit die nieuwe, met het verleden geïntegreerde identiteit geeft een basis voor complementaire herstelondersteunende zorg, waaronder ook rehabilitatie, maar dan vanuit het individu, geregisseerd en meer holistisch van aard. Voor deze laatste aspecten moet bij toekomstige collega's en hun leermeesters oog en ondersteuning en dienstbaarheid aan dat proces zijn. Dat vereist scholing en supervisie en levenskennis. Maar het focus van het hele HEET-team betrof vooral de verontwaardiging over de overigens nog steeds gebrekkige, ongastvrije opvatting binnen instelling, binnen behandeling en bejegening, in plaats van verbondenheid, herstel naar identiteit, zelfgevoel en erkenning daarvan in de eerste plaats als mens. Ook de IRB was meer een ding van het GGZ-personeel, met name RIBW-medewerkers, dan van de psychiatrie. Laat staan hun instellingen. Net zoals later de herstelondersteunende zorg erop aandrongen dat... Net zoals later de herstelondersteunende zorg en instellingen. Vandaar de ontwikkeling van herstelacademies als reactie mede. Ondanks het feit dat HEET-teams erop aandrongen dat herstelondersteunende zorg het leidende principe moet zijn in de zorg. Deze paradigmaverschuiving in de zorg, focus en regie, zou revolutionair zijn geweest, maar ik vrees dat zij nog slechts gedoogd wordt, ondanks het feit dat op elke GGZ-website herstel hoog in het vaandel staat. De IRB-methodiek ging ten onder
in de WMO. De psychiatrie keerde er zich ten onrechte van af. En zo kwam ze weer opnieuw in het maatschappelijk isolement. Weg potentiële brugfuncties van de GGZ naar de maatschappij. De huidige organisatie van de GGZ is een warboel met onmenselijk lange wachttijden en procedures. Met weinig prioriteit voor hulp en mededogen bij soms verwoeste levens en gezinnen. Ontbrekend inzicht is er in professioneel handelen in de langdurige zorg. De noodzakelijke urgentie, doelgerichtheid en het noodzakelijke geduld. Jos, ik noem jou de Nestor van de langdurige zorg. Een laatste opmerking. Tijdens mijn sollicitatie op de chroniciteit in 1984 bij Licht en Kracht, zei collega Zwaneke, een psychoanalyticus, eigenlijk moet je van deze uitbehandelde, verstilde groep mensen houden, Kees. En dat ben ik nooit vergeten. Jouw verhaal, je terugblik en verantwoording met je persoonlijk ervaren professionele tekortkomingen, waar je tijdens je zoektocht in toenemende mate van bewust werd, is er een van toenadering geweest. En toen die er was, heb je kunnen genieten met de ervaringsdeskundige. Erkennen, herkennen en erbij kunnen blijven. Niet te beschrijven, zo mooi die ene zin in dat hoofdstuk. Met dit boek, hier tientallen publicaties, is die betekenis voor de langdurige zorg heel, heel groot. Omdat je de noodzakelijke zorg in hun essentie probeerde te vatten en hun eigenheid en verbondenheid voor het voetlicht haalde. En een keuze maakte voor de mens met, nou ja, in jouw woorden, hardnekkige eigenaardigheden. Chapeau. Landelijk komt deze zorg fors, heel fors te goed, gezien het ongelooflijk grote verdriet en ellende en schade aan functies. Ook aan naast betrokkenen. Vaak op een kwalijk maatschappelijk zijspoor of zorgrangeerterrein terechtgekomen. Het kan anders en daar heb je met je boek op gewezen. Het mag niet. Geen mens mag in deze zorg ten onder gaan. En dat heb jij hier gezegd. Dank je wel. En ook voor de samenwerking. Kees, hartelijk bedankt voor deze, ja, ten eerste voor de complimenten. Ten tweede voor de reflectie op het boek en ook op de huidige situatie en de toekomst. Ik denk dat het van belang is om de mogelijkheden die er zijn toch elke keer maar weer onder woorden te brengen. Want het zal wel met de conjunctuur mee blijven golven. Maar uiteindelijk is er toch hoop. Het is mogelijk om met mensen meer te bereiken dan in het verleden is gedaan. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor je vriendelijke en complimenteuze woorden. Dames en heren, de volgende spreker is Lies Korevaar. Die is in mijn ontwikkeling een constante factor van betekenis geweest. Hij kwam op de BAVO werken toen we nog in Noordwijkerhout zaten. Hij was van het begin af aan betrokken bij de overstap naar de rehabilitatie. Hij was een tijd lang de hoofddocent en nog later ook directeur van de stichting. Hij maakte bovendien, daarbuiten, de overstap naar het lectoraat rehabilitatie van de Hanze Hogeschool in Groningen. Lies vertegenwoordigt mijns inziens in rehabilitatieland het principe van teaching as treatment, een van de inspiratiebronnen van het Centrum voor Rehabilitatie in Boston. Ik geef Lies graag het woord. Lies. Dag Jos, hartelijk dank voor deze mooie woorden. En ook dank dat ik dit praatje hier vanmiddag mag houden. Het is een eer en genoegen om dat te doen. Je hebt aan mij gevraagd van wat kun je in het onderwijs aan zo'n boek hebben. Ja. En of ik dat in 3 tot 5 minuten wilde doen. Dus ik begin maar snel met mijn presentatie.
waarbinnen ik onderscheid maak tussen wat studenten aan het boek kunnen hebben en wat docenten. Allereerst de studenten. Voor studenten, toekomstige professionals, is het goed om te lezen dat in een werkzaam leven van 44 jaar er verschillende omslagmomenten voor kunnen komen die van invloed zijn op het denken en handelingsniveau van jou als zorg- en welzijnsprofessional. Dat die omslagmomenten, misschien beter transitieperiodes te noemen, meestal te maken hebben met maatschappelijke veranderingen waar je zelf vaak weinig invloed op hebt als professional, maar die je denken en handelen wel degelijk beïnvloeden. Ook dat het goed is te beseffen dat de gehanteerde huidige zienswijze, referentiekaders, over enige tijd mogelijk waarschijnlijk achterhaald kunnen zijn en dat het daarom goed is je huidige handelen kritisch te blijven bekijken en dat je open blijft staan voor nieuwe zienswijzen onder het motto onderzoek alles, maar behoud het goede. En dat is wat ik teruglees in het boek van jou. Ook dat bepaalde vernieuwingen in een werkzaam leven nu alweer achterhaald kunnen zijn. Ik laat bijvoorbeeld aan huidige studenten nog het oude hoofdgebouw van de BAVO in Noordwijkerhout zien, met destijds gebruikelijke slaapzalen. Daarna laat ik de wijk in Noordwijkerhout zien, die in 1980, het jaar dat ik in de GGZ ging werken, als een grote vooruitgang werd gezien, met 39 eengezinswoningen voor ieder 4 bewoners. Ik kwam er afgelopen week bij toeval achter dat die gehele wijk al tegen de grond is na 40 jaar. Er staat geen huis meer overeind. Wat zal er over 40 jaar nog over zijn van herstelondersteunende zorg, is dan mijn vraag. Een vraag die ik op dit punt ook aan Jos en aan alle andere aanwezigen, ik zie heel veel bekende gezichten hier digitaal, die al wat langer in de GGZ werkzaam zijn, zou ik het volgende willen vragen. Zou het gedachtegoed van rehabilitatie en herstel bij jou, Jos, en bij de anderen toen al wortel hebben geschoten toen je nog student geneeskunde was in Leiden? Of is dat een geleidelijk proces geweest? En geldt dat ook niet voor de huidige studenten die aan het begin van hun carrière staan en waarbij we ons moeten afvragen, schiet wat wij nu allemaal vertellen wel wortel als misschien de basis nog niet zo aanwezig is? Dan iets voor de docenten. Voor docenten is het belangrijk om niet te denken dat zijn of haar kennis over en ervaringen met de ontwikkelingen in de GGZ, niet dat ze moeten beseffen dat het niet vanzelfsprekend aanwezig is bij de studenten aan wie je lesgeeft. Wat voor ons heel gebruikelijk is, dat wij al praten over 40 jaar geschiedenis in de GGZ, is bij de huidige studenten 0,0 aanwezig. En waar deze kennis en ervaringen het gevolg zijn van de ontwikkelingen die je als professional hebt doorgemaakt, is de huidige stand van zaken van jouw denken als docent en ook het handelen, dus het huidige startpunt van de ontwikkeling van die toekomstige professional, jouw student aan wie je lesgeeft. Voor sommige docenten is het verder 10, 15, 20 jaar geleden dat ze zelf in de GGZ-praktijk hebben gewerkt. Het boek kan duidelijk maken dat hun ontwikkeling als docent mogelijk is doorgegaan, maar hun ontwikkeling als werkveldprofessional mogelijk niet. En dat je dus een verhaal vertelt wat misschien wel 20 jaar oud is en wat nu geen opgeld meer doet als docent. Voor de praktijkbegeleider van de leerling verpleegkundige, de artsassistent of stagiaire psychologie, is meer het punt wat ze uit jouw boek kunnen lezen, leren. Beoordeelt het functioneren van je huidige stagiaire, artsassistent en dergelijke, niet op basis van je huidige kennis, kunde en ervaring, maar op basis van hoe ver jij zelf was op het moment dat jij leerling, verpleegkundige, artsassistent of stagiaire psychologie was. En hierbij ook een vraag aan Jos. Als een huidige psychiater in opleiding, hopelijk nu vatbaar voor het herstelondersteunende zorgvirus, over 40, 45 jaar, op waarschijnlijk 75-jarige AOW-gerechtigde leeftijd, en onder invloed van COVID-variant 39, al decennia vanuit huis werkzaam, zijn haar werkbiografie zou schrijven, heet dat boek dan nog steeds Ruimte maken voor herstel. Jos, nogmaals gefeliciteerd met dit mooie boek. Mooi uiteraard voor jezelf. Voor mensen zoals ik is het een tocht langs Memory Lane. En hopelijk voor studenten inzichtgevend en inspirerend
voor hun eigen professionele en persoonlijke carrière die op het punt staat te beginnen. Dank nogmaals voor je uitnodiging. Lies, bedankt voor je complimenteuze woorden en voor je reflectie op de betekenis van zo'n geschiedenis als deze voor studenten en docenten. Ik denk inderdaad dat een van de moralen van het verhaal is dat elke episode zijn eigen dynamiek heeft en zijn eigen voordelen. Het resultaat is uiteindelijk dat er aan het hele probleem van de langdurige zorgpatiënt eigenlijk door de tijd heen wel steeds aandacht is besteed, maar elke keer op een beetje andere manier. En ik denk dat dat zien, dat een belangrijk punt is voor studenten en docenten. En dat je daar dus, daar heb jij nu net de aandacht op gevestigd. Hartelijk dank. Ja, dames en heren. Dan gaan we naar de laatste spreker, dat is Nicolien Telgenkamp. Zij is ervaringsdeskundige, werkzaam bij de Paameijer in Rotterdam en een zeer gewaardeerde docent bij de Stichting Rehabilitatie 92. Het is toch eigenlijk wel bijzonder om ervaringsdeskundigen te kennen die ook goed thuis zijn in de rehabilitatiemethodiek. Daar is Nicolien echt een stralend voorbeeld van. Dus dat wil ik graag hier eventjes noemen en benadrukken. Mijn vraag aan haar is dus, wat kunnen cliënten of ervaringsdeskundigen hebben aan zo'n boekje als wat we vandaag presenteren? Nicolien, het woord is aan jou. Dankjewel, Jos. Vereerd was het eerste dat in mij opkwam om de vraag vanmiddag iets te zeggen. Weer eer kunnen voelen. Trots op mezelf zijn, blij met mezelf zijn, rust in mezelf ervaren. Weer rollen kunnen vervullen die wat bieden. Samenwerken met anderen, contact maken met anderen, van waarde zijn voor anderen. Rehabilitatie als eerherstel, ik voel dat wel. Wat heb ik aan het boek als cliënt? Ik vind het heel interessant om de weg die je hebt afgelegd van biologische gestichtsdokter naar een psychiater die zijn rol en kennis als gelijkwaardig ziet met de cliënt en dienstervaringskennis, te lezen. Heel mooi en onder de indruk van je open en eerlijkheid en het beschouwen dat je steeds kijkt van wat zijn we hier aan het doen? En helpt dit nog degene die we willen helpen? Psychiatrie als een benadering, tussen vele anderen. Een psychiater is tenslotte ook een mens. Je schrijft aan het einde van hoofdstuk 1. Emoties waren op zich geen stoornissen. De stoornis zat in het onbeheersbare. En die was een gevolg van tekortschietende cognitieve verstandelijke afweer. Misschien is deze houding een soort tegenoverdracht. Een houding van de hulpverlener om niet geconfronteerd te worden met heftige emoties die misschien wel angst kunnen oproepen. Het idee dat jouw worsteling als cliënt een duidelijke naam heeft met een biologisch kader en een wetenschappelijke handleiding is enorm aantrekkelijk. Het grote gevaar is dat die handleiding een keurslijf wordt, waarin jouw persoonlijke worsteling er niet meer kan zijn en onderdrukt wordt door de omgeving, behandeling en medicatie. Ikzelf ben nooit opgenomen geweest. Ik was daar panisch voor en had mijn omgeving overtuigd dat ik koste wat kost niet opgenomen moest worden. Ik heb alles eruit gegooid in Rotterdam, op straat. Huilend, schreeuwend, hele nachten dansen. Ik voelde een soort orkaankracht, een soort lawine die eruit moest vloeien met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk hebben na 3 uitputtende jaren enkele sleutelfiguren met elkaar afgesproken mijn stiekem medicatie toe te dienen. En na 2 weken hebben zij mij dat verteld. Ik heb nog 3 maanden deze medicatie geslikt en toen besloten liever zonder verder te leven. En godzijdank ben ik nooit meer psychotisch of manisch geweest. Jezelf mogen zijn is in mijn ervaring een groot gemis in de zorg. Jezelf mogen laten zien met alle gevoelens en verward gedrag is heel belangrijk. Ruimte geven aan jouw zielenroerselen.
Even zoeken. Uiteindelijk ben ik nooit afgestudeerd van klinische psychologie in Leiden. Mede omdat ik een diepe overtuiging had in de tijd dat ik het niet waard was om af te studeren. Na 15 jaar worstelen ging ik uiteindelijk solliciteren bij Paarmeier. En besloot ik open te zijn over het grote gat in mijn cv. Ik vond het mezelf toen wel waard om te werken met al mijn kennis en ervaring. En ik werd dan ook aangenomen. Vanaf 2015 ben ik bij Rehabilitatie 92 werkzaam. En ik heb me altijd heel welkom en gerespecteerd gevoeld. Zoals jij je eigenlijk voelde bij de herstelbeweging, Jos. Ik wil je bedanken voor je boek en de mogelijkheid om hier iets over te zeggen. En eindigen met een uitspraak die Madeleine vertelde dat je tegen haar zei. Madeleine was wel eens wanhopig of woedend tijdens alle werkzaamheden binnen het HE-team. En toen zei je de mooie uitspraak: er wordt een kathedraal gebouwd. En jullie leggen nu de fundamenten. Dankjewel, Nicolien, voor deze persoonlijke bijdrage. Ik denk jezelf mogen zijn dat heel erg belangrijk is. Daar vestig je de aandacht op. En ik denk dat daar een kern ligt van waar we mee bezig zijn. Al die aandacht voor de eigen doelen van mensen en de rehabilitatie en zo, dat heeft heel veel te maken met mogen zijn wie je bent. En ja, dus bedankt voor het leggen van dat accent. Ja, dames en heren. Voorafgaand aan de overhandiging, de virtuele overhandiging van het eerste exemplaar van het boek, wil ik een paar mensen persoonlijk bedanken. In de eerste plaats zijn dat de oude vrienden die eerdere versies van de tekst hebben gelezen en verbeterd. Ik noem dan Floris Cohen, George Maat, Pieter-Jan Kuiper, Sven Danner en Jos Suikerbuik. Jullie bedankt. Angela Goedhoop wil ik bedanken voor een vraag tijdens een pauze in een les die we samen gaven bij Howie de Harp in Rotterdam. En die vraag was: hoe ben jij als psychiater eigenlijk in herstel terechtgekomen? Ik dacht toen, nou, dat is misschien wel leuk om dat eens op te schrijven. En het resultaat, dat heeft hij nu thuisgestuurd gekregen. Ik wil graag de medewerkers van de uitgeverij SWP bedanken die deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Met name Ingrid de Jong en Janneke Scherpenhuizen. En een redacteur wiens naam ik niet ken, maar die de aangeleverde tekst echt fundamenteel heeft verbeterd, vond ik. Ik bedank hierbij ook de medewerkers van het bureau van de Stichting Rehabilitatie 92, Angelique, Annabel en vooral Mandy, voor hun hulp bij het verspreiden van het boek en de organisatie van deze Zoom-bijeenkomst. Ik bedank ook Hanneke, mijn vrouw, bij het vanwege haar hulp bij het doen van deze bijeenkomst. Verder wil ik iedereen bedanken met wie ik in de loop van de jaren heb samengewerkt. Ik heb veel van jullie namen genoemd, maar nog meer namen zijn weggelaten. Mocht iemand zich daardoor misdeeld voelen, dan maak ik excuus. Het is heel moeilijk om een goed midden te vinden bij het noemen van, of juist niet noemen van, namen. Ik kan helaas vanwege het digitale karakter van deze bijeenkomst geen eerste exemplaar aanbieden, dus ik doe het virtueel. Ik heb het hier wel. Daar is het dan. Ik wil het boekje om te beginnen uitreiken aan Kees Sloof. Kees die staat voor de psychiaters. En ik hoop natuurlijk dat veel collega's van dit boek kunnen genieten. En ik denk dat het toch voor heel veel collega's wel herkenningspunten moet kunnen oproepen. Die wellicht een beetje helpen om een ontwikkeling in de richting van herstel en herstelondersteuning door te maken. Dat voor zover Kees en zijn achterban. Dan voor Lies, die ik model vind staan voor het onderwijs, maar ook voor
heel veel collega's in zorg en welzijn. Ik hoop dat die categorie lezers van het boek kan genieten. En ook dingen in kan herkennen. Situaties uit de zorg die toch uiteindelijk door alle narigheden heen altijd weer opnieuw eigenlijk hetzelfde blijven. Jos, als je mij het boek aanreikt, dan pak ik het aan. Kijk, hier heb ik het. Dankjewel. Oké. Ja, dat was ik ook van plan, maar ik ben vergeten om die regie helemaal goed door te spreken. Nicolien tenslotte, ook een exemplaar van het boek. Met het oog op de achterban van mensen met ervaringsdeskundigheid. Ik denk dat het bij de verdere ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid meer gewoonte moet worden dat men zich op de hoogte stelt van elkaars ontwikkelingsproces. Dus dat het ook van nut wordt dat ervaringsdeskundigen eens horen hoe een psycholoog of psychiater hierin verzeild raakt. Net zo goed als dat die psycholoog en die psychiater moeten gaan begrijpen hoe die cliënt hierin verzeild is geraakt. Dus ik hoop dat het boek op dat gebied een zekere werking zal hebben. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de aanwezigheid. En ik hoop dat jullie plezier beleven aan het boek. Dat je er herkenning in hebt. Dat het je amuseert. En dat het je een beetje verwarmt. In ieder geval hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en belangstelling. Eens kijken. We zijn aan de vroege kant. Ja. Dat betekent dat er nog ruimte is voor een vraag of een opmerking. Mandy moet regelen hoe dat gaat, want dat gaat mijn technische kennis te boven. Degene die, als er vragen zijn, kan je het of even chatten, of je steekt eventjes een handje op. Je mag even unmuten en dan mag je je vraag stellen. Of er iemand een vraag heeft. Volgens mij. Waar zit het handje? Ik heb wel een vraag, Jop. Ik heb geen handje opgesteld. Tom van Wel, stel je vraag. Ja, ik heb hier ook een camera. Ja, ik weet niet of die het doet. Ja. Jos, ik heb met veel plezier je boek gelezen. En ik lees daarin een verschuiving, wat je al net even noemde, van het objectiverende richting het subjectieve. Nou kreeg ik al lezende in het boek de indruk dat jij meer naar het subjectieve bent gegaan dan het objectiverende. Maar dat zei je nou net niet, hè, in het begin van dit uur. Je zei je, ze zijn allebei even belangrijk. Dat de nadruk is. Ik moet even een stem laten. Dus ik denk dat het subjectieve een tijd lang te veel naar de achtergrond is geschoven en dat als je met herstelverhalen en zo begint, dat het dan van groot belang is dat je iemand helemaal zijn eigen beleving laat vertellen. Ik moet zeggen dat als voor mij waren dat eye-openers, dat mensen die opgenomen waren, dan vroegen waarom ben je opgenomen? Dan zei zo iemand, dat weet ik niet. Dan zei ik, maar de politie stond voor de deur en je bent van je bed gelicht. Ja, dat is wel zo, maar ik weet het niet. Dus dat is een heel andere beleving dan de beleving van de omstanders, die wel wisten waarom deze meneer van zijn bed was gelicht en met enig geweld uit zijn huis was gehaald. Snap je? Dus, en dan is het zo. Dus ik denk dat het van belang is om het subjectieve element, om dat voldoende ruimte te geven. En omdat het een tijd lang zo naar de marge is gedrongen, zeker bij dit soort chronische problematiek, heb ik er meer nadruk aan gegeven.
Of misschien moet ik het vragen, hoe zou jij een ideale, voor zover dat bestaat, een ideale geestelijke gezondheidszorg zien? Is daarin het subjectieve belangrijker dan het objectiverende? Of? Ik denk dat het subjectieve en het objectiverende niet zonder elkaar kunnen. Dus ik denk dat iedere subjectieve overweging uiteindelijk landt in een objectieve vraag of een objectieve opvatting. En als je die gegeven hebt, dan volgen er daarna weer subjectieve... Ja, dat is... Dit is het pingpongverhaal. Ja. Als je de ping voortdurend weglaat, dan heb je alleen maar pong, pong, pong. En dat is buitengewoon saai. Ja. Dankjewel. Ik heb een vraag van Monique. Jos, wat zie je terugblikkend als een van de onderzoeksonderwerpen die meer aandacht zouden moeten krijgen in de herstelondersteunende zorg? Oei. Ja. Nou, waar ik steeds tegenaan ben gelopen, dat is tegen dat de herstelondersteunende zorg, dat is een breed begrip. Daar zitten behandeling en rehabilitatie in. En ik zou meer onderzoek willen naar de manier waarop die elementen van herstelondersteunende zorg bij elkaar aansluiten. Dus het is nu zo dat je ziet een heleboel onderzoek wat gaat over behandeling, dat gaat over het terugdringen van ziekte. Je ziet ook aardig wat literatuur over het mensen weer aan het werk of maatschappelijk aan de gang krijgen. Maar een echte combinatie van die elementen en wat... Dat betekent dat zie je maar op een enkel gebied. Dus op bijvoorbeeld bij IPS is daar wel een poging gedaan, vind ik. Om die elementen met elkaar te verbinden. En ik zou willen dat er op dat gebied dat er meer onderzoek zou gebeuren. Ja. Mag ik iets zeggen? Madeleine. Dag Jos. Dag Madeleine. Leuk je te zien. Ja, ook leuk om allemaal die oude mensen te zien. Ja, we zijn zelf ook oud ondertussen. Hè? Jos, het was heel grappig. Toen ik dat boek begon te lezen, werd ik weer woedend. Dus het gebeurde toch. Ja, ja. En toen zei Anne, mijn vriendin, die zit hier naast me, waarom word je toch altijd zo woedend? En toen dacht ik, en dat heeft met dat... objectieve en dat subjectieve te maken. Ja, dat denk ik. Dat objectieve. En toen jij dus allemaal begon te schrijven en over behandeling en aandoeningen en stoornissen, razend werd ik. Dus het was goed voor mijn proces, hè? Dat is echt heel goed. Want wat raakt die nou in godsnaam? En ik vind het ook wel leuk wat er net gebeurde. Ik vond het heel mooi wat die Scorevaar zei. Over die processen in mensen. Ja. En dat gebeurt bij cliënten en dat gebeurt bij hulpverleners en bij iedereen. En wat mij heel erg raakte was dat ook toen wij zo woedend waren, zeg maar, in dat heet team, ik kreeg niet duidelijk gemaakt van. Ja, wat er dus gebeurde. Je werd geobserveerd. Er werden symptomen. Nou ja, het bekende verhaal. Maar je werd niet gezien. Je werd niet gehoord. En er werd van alles over mij gezegd waar ik niks van wist. Dus ik wist ook niet precies wat ik daar nou eigenlijk zat te doen. Dus wat ik nog heel graag zou willen een keer, Jos, om eens te praten ook over wat dan een zogenaamde behandeling is. En, want daar krijg ik ook rode vlekken van in mijn nek. Maar daar zou ik echt heel graag over willen praten. En nou weet ik te weinig van rehabilitatie. Hè? Dus misschien moet Nicolien dan mee. Maar ik zou heel graag gewoon eens willen praten over hoe dat ten opzichte van elkaar staat. Maar ik weet niet hoe andere mensen... Laten we dat een keer doen. Ja, vind ik heel leuk. Ja. Gaan we weer een boek schrijven? Wie weet. Nee, heel leuk. Dat is een opmerking. Ja. Ik heb twee handjes, Jos. Eén van Freda, als ik het goed zeg. Ja. Freda, jij wil wat vragen? Dan mag ik unmuten. Ja.
Ja, mijn vraag is eigenlijk aan Jos. Ik heb het boek gelezen op de laatste twee hoofdstukken na. Die heb ik nog niet gelezen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar ik heb hem met rode oortjes gelezen. Ik vind het een fantastisch boek. Maar ik ben zelf geestelijk verzorger. En ik dacht waar hij naartoe gaat, dat is nou precies mijn vak. Dat is geestelijke verzorging. Naar het subjectieve toe, zou ik maar zeggen. En in mijn vak is juist de beweging omgekeerd. Wij zijn al de laatste jaren juist naar het objectieve toe aan het gaan. Zonder het subjectieve te verliezen, overigens. Maar wij zijn nu druk bezig met proms en zo, weet je. Effectonderzoek. Nou valt in jouw boek het woord geestelijke verzorging 0 keer. Eén keer. Je noemt volgens mij 1 keer, en daar ben ik ook nog niet zeker van. Waar ik wel zeker van ben, dat je 2 keer noem je het woord presentietheorie. Ja. En dat is de theorie van Andries Baart. Ik geloof dat je zijn naam 1 keer noemt of helemaal niet. Want je behandelt hem eigenlijk via een boekbespreking van zijn boek. En dan staat dus de boekbespreking staat jou, op jouw naam en niet op zijn naam. Ja. De presentiebenadering, dat is waar onze vakken elkaar ook raken. Hè? Ja, dat is ook wel. Ja, maar ik ben dus gewoon helemaal verwonderd dat jij nooit in je leven kennelijk een geestelijke verzorger bent tegengekomen. Want dat blijkt nergens uit het boek dat je die tegen bent gekomen. Nee. Nou, ik ben wel een enkele geestelijke verzorger tegengekomen. Ik denk in de jaren dat ik werkte, kan ik me zo uit mijn hoofd een stuk of 3 geestelijke verzorgers bedenken. Maar het was heel moeilijk om daar mee een samenwerking te ontwikkelen. Ik weet niet precies waarom, maar die... Ik wel. Dat komt omdat die van net zo ver komen, maar dan omgekeerd als jij vroeger. Die komen uit een kerk, uit een bepaald type geloof. En die zijn naar zingeving toegegroeid, nu langzamerhand. Ja. En dan kom je weer terecht bij waar jij ook zit. Dan wordt het weer makkelijker als je rond de term zingeving gaat kijken. Ja, nou, misschien is dat wel zo. Ja. Ja, ik denk dat het dus een... Ik denk wel dat wat je beschrijft, wat me wel aanspreekt, dat is dat de ontwikkeling in jouw vak precies het tegenovergestelde is van in mijn vak. En ik denk dat het bij elkaar moet komen op een manier waarbij het subjectieve en het objectieve alle twee hun onvervreemdbare eigen positie hebben. Ja. Want ik denk dat dat zo is. Ik ben er ook, sinds ik dit heb gedacht, achtergekomen dat de rehabilitatiemethodiek waar ik zo mijn best voor gedaan heb, eigenlijk geheel en al bestaat uit een afwisseling van objectiverende en subjectieve vraagstellingen. En dat je dus... Ik denk dus dat die twee vakken van ons wel veel aan elkaar kunnen hebben. En ik ga dan ook over jouw boek een recensie schrijven in mijn vaktijdschrift, de tijdschrift voor geestelijke verzorging. Ja, nou, daar zit wat in. Ja. Ik denk inderdaad trouwens dat het denkwerk van Andries Baart, dat wel een brug tussen die twee dingen heeft. Ja. Al is Andries wel erg kritisch over het instrumentele karakter van veel hulpverlening. Maar dat ben je zelf ook. Dat ben ik wel met hem eens, maar dat is wel iets wat er erg doorheen speelt. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat de brug wel in de buurt van zijn gedachten te vinden is. Ja. Mm-hmm. Er was nog iemand. Floris. Ja, Jos, volledig vanaf de zijlijn, zoals je weet, heb ik dus ook een vraag vanaf de zijlijn. En die gaat dan niet over het onderwerp, maar over de auteur. Jij sluit elk hoofdstuk af met verwijzing naar de literatuur.
Wat je in hoofdstuk zelf hebt geschreven in de periode waar het hoofdstuk over gaat. En mijn vraag is nou naar jouw eigen ervaring bij het weer terugvinden van jouw vroegste literatuur. Herkende je dat nog een beetje? Dacht je, wie is die gast die dat ze geschreven heeft? Kortom, hoe stond je daar tegenover? Was het schrikken of viel het eigenlijk wel mee? Ja, dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Het was om te beginnen heel verschillend. Er waren dingen bij waarvan ik dacht, goh, wat goed gezegd, dat ik dat toen al dacht, geweldig. Er waren ook dingen bij waarvan ik dacht, heb ik dat ooit geschreven? Ik kan het me nauwelijks herinneren. Dus dat was, ik kan niet zeggen, er is één antwoord op die vraag, want het was eigenlijk betrekkelijk uniform. Kijk wat mij bijvoorbeeld, wat ik wel heb gezien. Dat was dat ik bijvoorbeeld de waardering van bepaalde fenomenen, zoals toen ik in beschut wonen werkte, die nieuwbouwwijk die we aan het bouwen waren, dat vond ik een tijd lang echt het einde van de wereld. Ik dacht, geweldig. Hier wordt eindelijk iets echts gedaan voor die mensen die voor die tijd in enorme paviljoens zaten met een vuilniszak met hun kleren erin onder het bed als vorm van privacy. Maar later dacht ik, het was dus toch eigenlijk een soort gestichtsmilieu, alleen ja, vormgegeven in kleine huisjes met een soort met een uiterlijke verschijningsvorm die. Dus ik ben dat later veel meer gaan relativeren. Nou, bijvoorbeeld artikelen die ik in die beschut wonentijd heb geschreven. Als ik die nu lees, dan denk ik, ze zijn gedateerd. Maar voor andere dingen geldt dat weer niet. Ik heb ook de eerste keren dat ik over de rehabilitatie schreef, bijvoorbeeld, heb ik allerlei dingen gezegd waarvan ik achteraf denk, goh, dat ik dat toen al dacht. Dat valt me mee. Nou, dank je, Jos. Dan kan ik je vraag niet beantwoorden. Dank je wel. Ik weet niet of er nog iemand anders nog een vraag heeft. Laatste vraag. Laatste vraag misschien nog. Lenneke? Dan moet je even je geluid aanzetten, Lenneke. Ja. Ja, heb ik. Ja, top. Ja. Hallo, lieve Jos. Dag, Lenneke. Ik was enorm... Hallo. Ik was enorm blij met je boek. Ik kwam vorige week uit de Herstelacademie. Daar werk ik één keer nog in de week nog. En ik had een prachtige dag gehad met een heel mooie herstelgroep voor mensen met autisme die zoveel weer aan elkaar hadden die middag. Je weet het, hoe dat werkt bij peer-to-peer. En toen kwam ik thuis en toen vond ik ook nog jouw boek. Nou, een herkenning alom. Alleen wat ik eigenlijk in gemist heb, dat was dat jij ook best wel heel erg kwaad kon zijn. Ik herinner me nog dat we het hadden over het sluiten van die rehabilitatie van de BAVO. Mm-hmm. Ja, dat en ja, dat ik denk, dit is ook Jos, dat hij dan heel netjes dat gewoon rustigje schrijft in zijn boek. En nog zo'n moment was dat wij die eerste herstel... training deden in Etten-Leur. En een van de eerste keren en die tweede dag die liep van geen kanten. Nee. De verpleegkundigen waren, die werden boos en, oh Len, hoe moet dat nou? Nou, dat was echt, daar moest ik echt aan denken, die twee dingen vooral, van onze samenwerking. En dat we er dan toch weer wat vonden om het een beetje in goede banen te leiden. Nou schat, ik vond het een geweldig boek. Het is echt een cadeautje voor me om alles nog even op een rijtje te zetten. En vooral ook voor mezelf, wat ik ook allemaal gedaan heb. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ja. Dus dat was ook heel leuk. Okay. Nou, dat is wat ik nog even wilde zeggen. Bedankt voor je reactie. En ik zal eens nadenken over de plaats van de woede. Oké, maar bedankt. Nou, dan wil ik namens R92, kom even in beeld zo,
namens R92. En je een lekker kaarsje aanbieden. Want je hebt je hard je best gedaan in de afgelopen tijd om heel veel te schrijven. En nu is het lekker tijd om lekker even te genieten. Heel veel te eten, ja. En voor je vrouw die aan de andere kant zit hier in het gebouw. Die jou denk ik heel vaak moet missen, omdat je altijd bezig bent. Een mooie bos bloemen, die ga ik zo even geven aan haar. Ja. Hartelijk bedankt. Iedereen nog een keer bedankt voor de aanwezigheid. En tot ziens zal ik maar zeggen, want de meeste van jullie die zie ik nog wel eens een keer ergens. Oké. Tot ziens, Jos. Dag Jos, heel erg bedankt Jos.